Heb jij altijd al je benchpress techniek willen perfectioneren? Check dan deze video en we lopen hem stap voor stap met je door. Mijn naam is Ben. Mijn naam is Michiel. We gaan vandaag de benchpress techniek met je doorlopen. Die is om drie redenen heel erg belangrijk. Namelijk de veiligheid, dus je hebt een kleinere kans op blessures. Je krachtontwikkeling wordt beter als je techniek goed is. En je krijgt ook meer spierontwikkeling als je zo efficiënt mogelijk beweegt. De bench bestaat uit een aantal onderdelen. Zo hebben we het bankje zelf, de barbel natuurlijk. We hebben hier haken en we hebben ook nog safeties. We gaan ook even met je doorlopen hoe je hem het beste kan instellen voor jouw formaat. Het is eigenlijk puur gewoon voor je eigen veiligheid en puur voor het eigen gebruiksgemak. Bij de haken gaan we beginnen. Het is belangrijk dat je ze niet te hoog instelt, want dan moet je namelijk heel erg je schouders van de bank af gaan doen om de barbel uit de haken te tillen. Het is ook belangrijk om hem niet te laag te doen, want dan maak je eigenlijk al een halve herhaling en kost het eigenlijk heel erg veel kracht om de bar vervolgens uit de haak te tillen. Het is belangrijk om hem dus op zo'n hoogte in te stellen dat je ellebogen een heel klein beetje gebogen zijn en dat je vanuit die duwbeweging, zonder dat je schouders van de bank afkomen, de bar uit de haken kan tillen. Dan hebben we nog de safeties. Die zijn eigenlijk puur gewoon voor je veiligheid. Dus stel je gaat benchen zonder spotter, dan zijn die safeties eigenlijk jouw spotter. Want als jij dus de bar rustig laat zakken, en er komt een moment dat jij de bar niet meer omhoog kan duwen, dan kan je de bar zo laten zakken dat hij op de safeties komt te rusten als jij je rug weer plat op de bank legt. Ik raad je natuurlijk altijd aan als je zwaar gaat om een spotter te gebruiken, maar mocht die er eventjes niet zijn of je gaat gewoon zwaar en je verwacht niet dat je gaat falen, dan zou ik altijd aanraden om die safeties op de juiste hoogte in te stellen. Dan gaan we het nu hebben over de setup. En de setup is eigenlijk in de positie komen voordat je de bar uitrekt. Het is heel erg belangrijk om je lichaam goed onder spanning te brengen voordat je hem uitrekt. Zowel dat je zo veel mogelijk kracht kan leveren, als dat je je lichaam zo stabiel mogelijk maakt om ook weer de kans op blessures eigenlijk zo klein mogelijk te maken. Het begint met jezelf goed positioneren op de bank. En daarbij wil je eigenlijk je ogen onder de stang hebben. Op deze manier kom je niet in de knoop dat als je hem omhoog duwt dat je tegen de onderkant van de haken aanduwt. De tweede stap is eigenlijk de breedte van je grip bepalen. Je moet hem eigenlijk op zo'n breedte pakken dat als jij de bar rustig laat zakken, dat je ellebogen mooi recht onder je polsen blijven. En je moet hem ook dus weer niet zo smal pakken dat je ellebogen buiten je polsen zijn. En ook weer niet zo breed dat je ellebogen dus ook weer niet goed onder je polsen kunnen zijn. Je kan de breedte van de bar op een paar manieren uitmeten. Het is namelijk ook belangrijk dat je symmetrisch de bar vast hebt. Dat je niet een klein beetje te veel naar rechts of links toe hangt. Er zit een glad deel in het midden van de bar. En dat gaat over in een ruw deel. Je kan dus je duimen gaan uitstrekken op de bar. En dan komen ze dus bij de grens van het gladde en het ruwe deel. Vooral als je niet hele lange armen hebt, is dit best wel een goede positie om de bar te pakken. Afhankelijk van de bar die je hebt, heb je één of twee ringetjes. Als die ringetjes erop staan, kan je het binnenste ringetje gebruiken als identificatiepunt. En je kan daar een beetje mee gaan spelen door bijvoorbeeld je pink erop te doen of je ringvinger. En op die manier kan je dus de bar evenwijdig en ook op de goede breedte beet pakken. Bij de benchpress is het ook heel erg belangrijk dat je goed kracht kan zetten vanuit je benen. Dus je wil je benen op zo'n manier op de grond planten dat je je hakken eigenlijk dicht onder je billen gaat doen, zodat je goed spanning krijgt in je benen. Hier vandaan probeer je goed je hakken in de grond te doen en eigenlijk je voeten in de grond te schroeven. Goed je billen aanspannen en je duwt jezelf als het ware terug in de bank. Dus zowel horizontaal als verticaal naar beneden. De volgende stap is de positie vanuit je schouderbladen. Het is heel erg belangrijk om goed je schouderbladen naar elkaar toe te knijpen en ook goed naar beneden. Dit is voornamelijk belangrijk zodat je goed je schouder kan stabiliseren. Het schoudergewricht is eigenlijk op zichzelf staand heel erg bewegelijk, maar op die manier dus ook best wel instabiel. Dus het is belangrijk dat als je gaat benchen, dat je hem zo stabiel mogelijk maakt door alle omliggende spieren van het schoudergewricht zo actief mogelijk aan te spannen, zodat je zoveel mogelijk kracht kan leveren en zo min mogelijk het schoudergewricht belast. Als gevolg van je benen onder het bankje en je schouderbladen goed naar elkaar toe knijpen, creëer eigenlijk een mooie arch, zoals je dat noemt. Die arch is zowel functioneel, omdat je dus zoveel mogelijk spanning op je lichaam kan genereren. En daarnaast verkleint hij ook ietsje je range of motion, waardoor je ietsje meer gewicht zou kunnen tillen. Vooral als je competitief powerlifter bent, kan dat best wel een verschil maken of jij 2 of 3 centimeter minder range of motion hebt in de beweging. En als laatste gaan we het hebben over de brace. Dat is in principe bij zowel de squat als de deadlift als de bench hetzelfde. Je wil op het moment dat jij de bar laat zakken, wil je daarvoor diep ingeademd hebben. Goed die buik onder spanning zetten en op het moment dat jij de bar weer uit hebt geduwd en bovenin bent, adem je eigenlijk weer uit en adem je weer in en herhaal je dat proces weer. Als je nu de perfecte setup hebt en je hebt goed spanning op je lichaam, dan mag je de bar gaan uitrekken en dan gaan we het hebben over het zakken van de bar. Bij het zakken van de barbel is het belangrijk dat hij niet alleen maar verticaal naar beneden gaat, maar ook een lichte horizontale verplaatsing heeft.
Dit is om ervoor te zorgen dat de schouder in een goede veilige positie komt. Dat betekent goed naar beneden. En dat je goed krachtige positie kan creëren voor zowel de borstspieren als de rugspieren. Het tempo van het zakken van de bar is ook belangrijk. Ik raad het aan om de bar gecontroleerd te laten zakken. Zodat je meer controle hebt over de beweging en dan wat meer kan sturen. Op het moment dat je de bar rustig laat zakken, dan rek je de spier eigenlijk uit. En op onderin komt eigenlijk een elastisch moment. Dat noemen we de stretch reflex. En vanuit het elastische moment kan je dan weer meer kracht leveren. Na het zakken van de bar heb je eigenlijk twee opties die het meest worden gebruikt. De eerste optie is een touch-and-go wrap. Waarbij je bij het zakken van de bar de borst heel zachtjes aantikt en dan weer omhoog gaat. En je hebt ook nog een pauze. Dus dan doe je een paused bench press. Waarbij je een halve seconde pauzeert op de borst en hem vervolgens weer uitrekt. Voor beide scenario's is wat te zeggen. Dus ben je echt een powerlifter, dan moet je in competitie de bar een halve seconde pauzeren op de borst. Dus dan raad ik je aan om dat in je training ook te gaan doen. Is jouw doel wat meer spiergroei, dan zou ik ook aanraden om af en toe te switchen tussen touch-and-go wraps. Waarbij je de bar nog wel in je armen vasthoudt. Dus niet volledig op je borst rust, zodat je wat meer spanning kan houden op vooral je borstspieren. Bij de fase waar de bar dan vervolgens weer omhoog gaat, zijn eigenlijk een aantal dingen heel erg belangrijk. Het is belangrijk dat je goed spanning houdt op je benen. En je wil eigenlijk door middel van je benen, wil je jezelf die kant in de bank duwen en ook naar beneden in de bank. En die kracht genereer je eigenlijk weer omhoog in de bar. Dus je duwt jezelf eigenlijk in de bank. Een ander ding wat heel erg belangrijk is, is dat je continu je schouderbladen dus goed stabiel houdt. Dat betekent alsof je ze in je achterzak steekt en naar elkaar toe. En ondertussen goed op die ademhaling en die brace blijft letten. Dan gaan we het nog hebben over wat de meest voorkomende fouten zijn bij het bankdrukken. Veel gemaakte fout die we zien is dat de polsen te veel doorklappen. Waarbij je eigenlijk ziet dat de barbel niet meer mooi boven je polsgewricht ondersteund wordt. Dit is niet een hele lekkere positie voor je pols. En ook niet een hele sterke positie om vandaan te gaan duwen. Dus je wil je pols weer ietsje meer in een neutrale stand hebben. Zodat de barbel eigenlijk goed in de handpalm ligt. En dat die vervolgens goed ondersteund wordt door eigenlijk je hele onderarm. En ook een veel gemaakte fout is dat je billen eigenlijk van de bank afkomen. Als je echt specifiek powerlifter bent, dan is dat zelfs tegen de regels. Dan moet je je billen altijd in contact blijven met de bank. En daarnaast ga je eigenlijk ook zoveel je benen gebruiken, dat je steeds minder de duwkracht vanuit je bovenlichaam aan het trainen bent. Een goede manier om dit op te lossen, is dat als je je benen goed wil gebruiken, dat je niet bedenkt dat je je billen naar het plafond toe duwt, maar dat je bedenkt dat je je bovenrug schuin naar beneden in de bank wil duwen. Op dat moment geef je zoveel kracht in de bank, en die kracht geef je weer door bij het duwen van de barbel. Een andere veelgemaakte fout die we vaak zien, is dat er te weinig spanning is op de schouderbladen. Of is dat die spanning eigenlijk loslaat op het moment dat je de bar gaat uitduwen. Op dit moment verlies je dus heel veel spanning op je rugspieren, wat dus een minder sterke positie is. En je brengt je schouder eigenlijk ook in een niet hele stabiele positie, wat op de lange termijn dus niet een hele veilige manier is om te bankdrukken voor je schoudergewricht. En als laatste, en eigenlijk ook wel een beetje voor de hand liggend, is dat je niet te veel gewicht moet gaan gebruiken. Wat je daarvan ziet is dat de range of motion kleiner wordt. Dus dan wordt de beweging eigenlijk een stuk minder functioneel. Dus belangrijk is dat je je techniek het gewicht laat bepalen en niet het gewicht je techniek. We hopen dat je dit een leuke en vooral een hele leerzame video vond. En dat je nu genoeg tips hebt om aan de slag te gaan om je benchpresstechniek te verbeteren. Heb je vragen? Laat ze achter in de comments. Vond je het een leuke video? Like deze dan en abonneer je op ons kanaal. En we zien je in de volgende video. Doei!